voordat je het wil begrijpen. Doordat je luistert naar me, je beluistert vaardig als die lezen ogen in me kijken. Gegifte beelden bekijken, snel vermijden dat fotoboek of ik wil terug naar mijn kindertijd. Een beter voorbeeld zijn is niet mogelijk wanneer in het verst. Ik ben niet openlijk als ik er aan denk. Voel me gesloten in een cirkel die vicieus is. Van een zielige dreun is een liegen is mijn keuze. Met de motto van de rest kan stikken te sikken. De egoïst kippen tussen hersen schimmen. Mijn vriendin en een ex waren een gein voor me. Onderhand dominant, het werd voor mij mooier. Door de muziek waren ik uit. Kom ik dichter bij je dichter, voor de dichter maakt er niks uit. Die arrogantie zet de licht uit. Eerst noemde ik een lak hebben, nu noem ik een misbruik. Mijn gedrag was zo apart, shit, wat was er aan de hand met me? Voelde me zo onbewust, maar werd bewust van wat ik op het blad zette. Nee. Nu dat het leven tegen zit, gebruik ik mijn pen, papier, rijms en muziek voor het bereiken van een evenwicht. Zelfreflectie, alsof ik kijk in de spiegel. Gepriegel om alle stukken samen bij elkaar te krijgen, want ik ben gebroken. Wereldbeeld veranderd, word ouder, heb mijn eigen lot nu in mijn handen. Praat over zaken die ik opneem, als ik platen opneem. Dagelijkse kwalen waartegen ik het opneem. Maar wat doe je eraan? Elke dag is weer het feit om al bij de voeten te staan. Want ik wil het gaat maken, terwijl haatdragende blaaskaarten me willen gaan klaren. Er wordt gestaard naar me, maar ik laat het ze aanvaarden. Dat ik een aanstaande rapper ben met een naamstatus. Nu ga ik vaart maken, zodat ik mijn platen laat blazen. En jij kan mij niet aanraken, maar what the fuck doe ik arrogant. Ik ben nog helemaal niets vergeleken met de maatstaf. Mijn gedrag was zo apart, shit, wat was er aan de hand met me? Voelde me zo onbewust, maar werd bewust van wat ik op het blad zette. Nee. Nu dat het leven tegen zit, gebruik ik mijn pen, papier, ruimte en muziek voor het bereiken van een evenwicht. Mijn gedrag was zo apart, shit, wat was er aan de hand met me? Voelde me zo onbewust, maar werd bewust van wat ik op het blad zette. Nee. Nu dat het leven tegen zit, gebruik ik mijn pen, papier, ruimte en muziek voor het bereiken van een evenwicht.